Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Waarin ik eigenlijk gevraagd ben om een aantal inzichten en boodschappen te brengen voor iemand die zich herkent in de divine feminine energie, dus in de vrouwelijke energie, maar die, ik zou zeggen, geconfronteerd wordt of nu met de uitdaging zit, of het dilemma, of hoe zou ik het ook wel noemen. Waarin dat er eigenlijk sprake is van twee energieën in haar leven. Dus om daar een aantal inzichten rond te brengen, ben ik eigenlijk gevraagd door mijn team. Want ik weet niet over wie of wat dat die persoon gaat, dus past het ook toe voor jezelf, of dat je er zelf in herkent, of wil je gewoon kijken voor de fun en zien we dat, welke boodschappen er voor jou in zitten. En dat is natuurlijk ook allemaal goed. Oké. We hebben voor de ene persoon de Fool kaart en voor de andere persoon de Lovers Union. En dat is hetgeen dat ik inderdaad ook een stukje gevoel had. Dus de twee personen die in het leven van deze vrouwelijke energie zijn, de ene is de echte tweelingvlam of tweelingziel, afhankelijk van waar je mee resoneert. En de andere is eigenlijk een hele hoge vibrerende soulmate. Wat betekent dat qua frequentie, dus als je het zou gaan ontleden, qua frequentie zijn tweelingvlammen identiek dezelfde. Als je alle ballast, alle schaduwen, alle pijnen en zo weghalen en je switcht van beide energieën in elkaars lichaam, dan ga je eigenlijk hetzelfde krijgen. Bij hoog vibrerende soulmates is dat niet zo. Die energieën zijn iets, ze resoneren wel op hetzelfde niveau, maar ze zijn niet identiek aan elkaar. Ik denk dat dat de meest gepaste uitleg is. Dus we gaan eens zien wat dat we verder moeten weten. Oké, ik word gevraagd om nog zo een, maar dan voor jou. Oké. En dus voor jou krijgen we de vibratie, dus energiekaart, die te maken heeft met 3. 3 is ook een getal van manifestatie, dus 3, 6, 9 is het getal van manifestatie. En heeft te maken ook met zelfontwikkeling, maar positieve actie leren nemen in functie van wat dat goed is voor jouw vibratie, voor jouw connectie, eigenlijk voor jouw persoonlijke proces van verdere zelfontwikkeling. En dat is uiteindelijk hetgeen wat ik ook probeer te doen. Maar alle cursussen die ik maak, de boeken die ik schrijf, de video's die ik deel, om eigenlijk jullie te leren om terugkerende patronen, terugkerende cyclussen te gaan zien, die te gaan erkennen. En een stukje orde in de chaos van dat ganse proces te gaan brengen. Omdat uiteindelijk het leven moet geleefd worden. En wat ik heel vaak zie gebeuren, eens dat mensen een part van ontwaking zijn en bewust worden, is dat ze eigenlijk in de valken van de mind lopen, in de valken van de gedachten, en veel te veel dingen gaan analyseren. Maar dat is net de grootste valken, want alles gaat over energie en frequenties. Dus door het net te gaan leven, door met trial and error, en dat is zeker geen probleem, kun je ervoor zorgen dat je de lessen leert en ontdekt en daardoor gaat gaan zien wat dat eigenlijk is dat jouw lichaam, jouw leven, jouw ziel hier wilt gaan ervaren en gaan ontdekken. Ik ben even aan het afstemmen om te kijken welke kaarten dat we nu eerst gaan gebruiken. En we gaan eigenlijk eerst beginnen met de tarot dat ik heel vaak gebruik. Je weet, ik ben super slecht in het onthouden van die namen. Dus als je dat wilt weten, zet gewoon een comment onder de video en dan zet ik het er wel bij als je daar interesse in hebt. Oké, wat gaan we doen? We gaan 3 kaarten voor de vrouwelijke energie. Hier leggen 3 kaarten voor deze mannelijke energie en 3 kaarten voor deze mannelijke energie. Maar weet dus dat dit de tweelingvlam is. Dit is de soulmate. Oké. 3 kaarten voor de vrouwelijke energie in dit verhaal. Dan hebben we de 7 van bekers. De sphinxkaart. En ben aan het kijken. Die ligt goed. Dus niet ondersteboven.
en de Eight of Wands, maar omgekeerd. Dus wat zien we? De zeven van bekers. Dus eigenlijk, waarom zit je nu op dit punt? Waarin je met die twee personen, die twee energieën op je pad zijn gekomen. Omdat het eigenlijk belangrijk is dat je gaat gaan kijken van oké, maar wat is nu hetgeen dat ik wil uit mijn leven? Wat brengt er mij vervulling? Wat zijn de dingen die ik wil gaan nastreven? En als ik bijvoorbeeld kies voor die beker, is dat dan omdat ik kies voor goed genoeg? Of is het omdat ik echt ga voor het hoogste goed van wat ik eigenlijk echt diep van binnen voel dat mogelijk is? En dat is het mooie aan dan de twee andere kaarten. Daarom gebruik ik dit graag, omdat dit een extra kaart is. En dat heeft te maken met de Sphinx. Ik weet niet of je dat goed kan zien, maar dus er zit hier een Sphinx in verborgen. En het is daardoor dat ik kan zien hoe dat hier ligt. Ik weet nu niet of je dat goed kan zien op de camera, maar ja, maar niet eens. Dus dit is de Sphinx kaart. Dit, waar je nu tegenaan loopt, van ja, wie moet ik nu kiezen en wie is nu mijn tweelingvlam en wat eruit. Dat heeft te maken met verder lessen. Als je ziel aan het leren bent en gaat je verder in je transformatie gaan doen. En waarom krijg je daar niet, dus de Eight of Wands zo in de tweelingvlammen connecties, zijn eigenlijk heel snel communicatie vanuit passie. Maar je ligt ondersteboven, waardoor je niet heel snel vooruit kan gaan. Waarom niet? Omdat dat jouw de keuze is. Welk pad ga je nemen? Ga je het pad van de hoge zal meenemen? Of ga je het pad van je tweelingvlam, dus van je identieke spiegelziel gaan nemen? En daarin ga je ook merken dat de uitdagingen bij beiden anders ook zijn. Dus dat beide energieën jou ook iets anders komen brengen. Laten we zien, wat is de kaart voor de hoogvibrerende soulmate? Drie kaarten voor de hoogvibrerende soulmate. Oké. Dan hebben we de ster. De King of Wands, maar, King of Wands, de koning van bekers, maar omgekeerd. En de Knight, dus de ridder van Pentacles. Oké. Hetgeen wat ik hoor is, wanneer je met deze persoon verbindt, ga je het gevoel hebben dat dat eigenlijk alles is. Al hetgeen wat je ooit hebt verwacht. Maar natuurlijk, wat zien we hier? Het is een full kaart. Het gaat niet over... Dus wat ik niet per se wil zeggen dat eigenlijk een soort van fop is of een valkuil is om te kijken van ga je het wel zien? Nee, het gaat omdat het een onderdeel is ook van jouw journey, dus van jouw reis. En het heeft te maken met je verdere ontwikkeling. En dus dat is het belangrijkste dat je ook te leren hebt. Van kies ik voor deze persoon, dan ga je inderdaad ook het gevoel hebben van oké, dat is alles wat ik ooit verwacht heb. Maar de king van bekers, dus van emoties, ligt ondersteboven. Wat dat betekent dat eigenlijk wat vervulling, die persoon wel lijkt alles te brengen in het fysieke, waar hij naar verlangt, qua relatie, qua vervulling, qua dingen die je misschien gemeen hebt en zo verder. En dus vanuit je mind ga je wel heel veel dingen kunnen een streepje achterzetten of afwinken van wat die persoon heeft. Maar diep van binnen weet jij ook dat die persoon niet de diepe vervulling gaat brengen waarvan je ziel eigenlijk naar verlangt. Maar ook hier, het is weer volledig jouw keuze wat je verder kiest. Ga je daar verder in? Ga je er eventjes mee in? Hou je het als iets casual, als iets los, hè, zonder voorwaarden? Sowieso, beste zonder voorwaarden. En weet ook dat deze persoon ook een deel uitmaakt van jouw grotere familie. Dus van je grotere zielsfamilie. Vandaar ook die ster. En het heeft ook te maken over het leren tussen wat is geheelde mannelijke energie, wat is geheelde vrouwelijke energie. En hoe kunnen die dan eigenlijk verder gaan leren samenwerken. En dan, wat hebben we bij de tweelingvlam? Hebben we de 10 van de zwaarden, de wereldkaart. En de 9 van zwaarden. Ja. Hierin zie je dus dat die zwaarden heel prominent aanwezig zijn. Ik ga zeggen, ze gaan van 10 naar 9. Eigenlijk gaat hij naar beneden. Waarom? Naar beneden. Uiteindelijk 10 is eigenlijk het einde, het hoogste dat je zou kunnen hebben van mentale lasten, mentale druk. En het gaat een stuk naar beneden. Waarom? Als jij ervoor gaat kiezen, dus nu zit je hier.
met betrekking naar die persoon. Waarom? Omdat die persoon jou extreem uitdaagt. Hè? Misschien heb je het idee dat onvoorwaardelijke liefde moeiteloos moet gaan en altijd lovey-dovey is, maar geloof mij, dat is het zeker niet. Want zeker als het pad van een tweelingvlam of een tweelingziel, dan gaat het over je persoonlijke groei, dan gaat het over je ascensie, zoals ik daarnet gezegd heb. En dan brengt de komst van een tweelingvlam heel veel chaos in je leven. En zeker nog op het mentale. Waarom? Omdat dit, zoals ik daarnet gezegd heb, dit is een proces dat moet geleefd worden. Dat moet ervaringen opdoen. En moet niet, mag niet, kan niet geanalyseerd worden. Want het gaat over dingen van energie. En energie, dat is het grootste probleem. We proberen dat altijd te gaan uitleggen vanuit die gedachten. Maar gedachten en woorden zijn altijd beperkt om de volledige omvang van een dergelijke connectie te gaan verwoorden, van gaan uit te leggen. Vaak zeggen mijn tweelingvlam en ik ook tegen elkaar van dat er eigenlijk geen woorden bestaan voor de dingen dat we ervaren en voelen, om die uit te drukken. En het is mijn taak om dat op een zo goede mogelijke manier aan jullie uit te leggen en te gaan leren en mijn ervaringen daarin te delen, zodanig dat jullie daar voor jullie zelf ook inzicht kan gaan krijgen, maar vooral ook omdat het jouw stuk rust, balans en vrede gaat brengen. Wat dat uiteindelijk dan vrijheid brengt. En dat is hetgeen wat eigenlijk hier zegt, wanneer je gaat beslissen van oké, ik ga dit of dit pad kiezen, dan ga je een stukje meer rust krijgen. Er gaan heel veel nog gedachten zijn. Er gaan nog piekermomenten zijn. Er gaan nog heel veel vragen zijn. En met elk antwoord dat je krijgt, komen er nog 100.000 vragen meer bij. Maar dit is ook een les die je te leren hebt in die samenkomst naar de eenheid. Eenheid eerst in jezelf, tussen je mannelijke en je vrouwelijke energie. En dan vervolgens tussen jou en jouw echte tweelingvlam. En dus daarom dat deze kaart ook eruit komt, niet alleen om te tonen van dit is een tweelingvlam en die ander niet, maar omdat het pad van een tweelingvlam gaat niet enkel alleen over de fysieke liefde, het gaat over de emotionele verbinding, het gaat over de mentale verbinding, waaronder ook de telepathische communicatie. En meer nog, het gaat over de dingen van het hart. En het hart, dat is de enige waarheid die er is, maar dat kan niet geanalyseerd worden, dat kan niet uitgelegd worden met woorden of wat dan ook. Ik ben aan het kijken. Oké, dan gaan we deze nemen. Ik zou zeggen, als je echt klaar bent om je eigen pad en je eigen proces van zelfontwikkeling naar een hoger level te tillen, dan nodig ik jou uit om het traject met de vlammen te gaan volgen, met de universele vlammen. Omdat zeker als je een tweelingvlam bent, dan ben je ook een universele vlam. En hoe meer je gaat gaan leren werken met je universele vlammen, en hoe meer je gaat begrijpen wat dat betekent, hoe makkelijker dat ook gaat zijn om de uitdagingen die op je pad komen, die te maken hebben met tweelingvlammen, waar je ook sowieso gaat gespiegeld worden door een hoge frequentie soulmate, dan ga je die veel sneller ook kunnen gaan transformeren en ook veel sneller doorheen het proces gaan. Er gaan nog uitdagingen zijn, natuurlijk. Er gaan nog momenten zijn waarin het lastig en moeilijk is. Er gaan nog momenten en dagen zijn waarin je met je knieën op de grond gaat gaan zitten. Maar je kan heel veel sneller doorheen die emotionele waves gaan. Wat hebben we nog meer aan extra boodschappen? Wat hebben we hier? Voor de vrouwelijke energie. Child, dus beginning, dus nieuw begin. Terugkeren naar innocent, dus naar onschuld. En het gaat erover dat je eigenlijk vanuit carefree, dus vanuit het zorgeloos zijn, ook al weet je dat iets totaal nieuws is wanneer het gaat over die andere mannelijke energie, dat je eerst jouw eigen mannelijke energie, dus je eigen kinderlijke, innerlijke jongen, weer mag gaan omarmen en weer gaan leren kennen, vooraleer dat je sowieso met een van beiden verder kan. Op een heilige manier, dus op een sacred level kan gaan verder gaan, of tot een eenheid zelfs kan komen, zolang dat je die bij jezelf niet hebt getackeld. Dan hebben we hier, wacht, hè, dat is Mars, dacht ik, met Jupiter, als ik me goed voor heb. Laat me even zien, ja, Jupiter. En, wacht, hè. Ah nee, dit staat hier in dit dek symbool voor de aarde. Ja, tuurlijk, Lindsay, het staat erop. Moeder aarde. Maar dus je ziet waar je hier ook weer die spiegeling ziet. Dus je mannelijke en je vrouwelijke energie. Waarin dat vrouwelijke energie in jou
al een stuk matuurder is, al wat meer aarde aan de dijk hebt, of hoe zeg je dat, meer alweer gegrond is, dan nog is het belangrijk om daar die balans te houden. Om te gaan kijken van wat is nu op welke manier kan ik nu de buitenwereld en de binnenwereld samen in balans brengen. Om dan uiteindelijk te komen tot een volgende stap in jullie, of in jouw leven, in jouw proces van zelfontwikkeling, in jouw bewustwording en dan uiteindelijk in jouw, die van jouw connectie. Als ik channel, dan is het soms heel moeilijk om bepaalde woorden te herinneren. Soms heel simpele woorden ontglippen mij dan. Dus als ik soms moet zoeken naar woorden, weet dat dat de reden is. Of als ik plots heel snel ga gaan praten, dat is ook een van de redenen. En dan hebben we garden. Dat is eigenlijk staat symbool voor het nieuwe. De nieuwe dingen waar je eigenlijk op je pad gaat komen. Niet alleen in je connectie, niet in, alleen in deze connecties, dus waarbij dat je meer mensen gaat ontmoeten die echt op jou afgestemd zijn, maar vooral ook dus in je connectie, maar ook dus vooral in je buitenwereld. Dus ook de publieke, de society, dus de maatschappij. Zien we dat er nog belangrijk op staat. Ja. En play in the field. Dus play in the field in die zin van je kunt de lessen niet leren wanneer dat je het alleen maar gaat gaan beleven in energie of alleen maar gaat gaan beleven in je droomwereld. Dus dat is het stukje ook waarin dat de vrouwelijke energie uiteindelijk in haar eigen mannelijke energie moet gaan stappen en haar eigen mannelijke energie moet helen. Omdat het uiteindelijk belangrijk is dat ze niet alleen de balans houdt tussen mannelijke en vrouwelijke energie, maar dat ze dat ook gaat gaan leren toepassen. Dan zien we dat de extra aanvullingen of extra boodschappen zijn voor de soulmate. Dan hebben we de vogeltjes. Communicate, negotiate, chatty, debate, discuss, flight, nervous, ADHD. Misschien voor deze is iemand belangrijk. Contact maken, noisy, text or call someone. Oké. En dan hebben we er nog. Ah, ik heb er vier in dit geval. De vos, self-interest, steeled, deceit, trap, redhead, sharp, sleight of hand, some things off, wrong, cunning, sly and crafty. En dan hebben we nog Wayne met developing over time, flavor, family legacy, the good stuff, finance, alchemy, transformed, ripening, dus ja, verder groeiende repen, en ages well. En dan een zonkaart. Yes, energy, power, climax, fulfilled, pride, radiant, success. Vigor, divine masculine, daytime, victory, happy, warm. Yes. Wat dat ook heel belangrijk is, dat deze persoon is ook een divine masculine. Dus die persoon is goed, hoogstwaarschijnlijk ook een tweelingvlam, maar niet jouw tweelingvlam. Ik heb dat ook in vorige video's al gezegd. Ik denk een stuk 5, 6 mannelijke divine masculine energieën in mijn vriendenkring, persoonlijke kring. Maar die zijn niet mijn divine masculines. En dat is natuurlijk ook een beetje de disillusie of de moeilijkheid, omdat je het potentieel voelt en gevoelt dat je verbindt met een potentieel divine masculine in groei, in zijn wording. Hè? Dus daarom ook die ween. Maar let op. Het is de vos hier ook. Het is niet wat hij denkt dat het is. Ook al lijkt het goed en ook al lijkt het your perfect match, dit is niet jouw tweelingvlam. Dit is niet jouw persoon. En ik ga dus de kaarten erbij nemen. Dat zijn menskaarten of hoe moet je het noemen. We gaan zien welke persoon het zou kunnen zijn. Iemand met het luchtelement.
Dus moet eens kijken welke elementen, of wat zeg ik nu, welke elementen. Dus het kan een tweeling zijn. Een weegschaal en een waterman. Het kan ook zijn dat die hun zonteken in een ander element is, maar dat ze bijvoorbeeld veel meer lucht in zich hebben. Of iemand die heel hard vanuit rationele denkt. Bijvoorbeeld mijn tweelingvlam is eigenlijk qua zonteken een waterelement, maar hij heeft heel veel lucht in zich, waardoor dat denken en dat met mentale heel veel of veel sterker naar voren komt dan het waterelement. Dus dat is misschien voor sommigen een aanwijzing. Probeer het er niet in te forceren, maar als je het niet onmiddellijk kan plaatsen, laat het gewoon voor wat het is. En dan de tweelingvlam. Wat krijgen we hier? De 8. Things work against you, but persistence pays off. Dat is echt wel het mooiste. Of het kan ook zijn, new things on the horizon, determined repetition, making dreams real. Ja, ik ga straks dan meer, of ik ga dat misschien nu al over uitleggen. Dat is eigenlijk hetgeen waar dat ook een tweelingvlampad over gaat. Het is uitdagend, het duwt jou over je grenzen heen, totdat je met je blote knieën op de grond zit. Maar waarom? Omdat je verder zou gaan dan waar je nu in zit. En dat is hetgeen waar dat hier ook staat, dingen. En je hebt het gevoel dat dingen tegen jou werken, maar eigenlijk op de lange termijn gaat het in jouw voordeel werken. Dus geef niet op, blijf gewoon verder gaan en blijf kijken naar wat dat er belangrijk is. Het eerste die mij opvalt is hier spring, dus lente is een belangrijk punt voor jou, waarin dat je een nieuw begin gaat gaan krijgen. Dus daarom is het ook belangrijk om intenties te zetten en om de groei voor jou te zien. Hier ook spring into action. Neem actie. Blijf gefocust op deze connectie. Als dat hetgeen is dat je echt wil gaan manifesteren. Maar natuurlijk, het komt niet voor niets. Hè? Dat heb ik juist gezegd. Het komt met heel hard werk en echt naar binnen gaan en je eigen proces aangaan. En dan nog één kaart. En dat is de Phoenix. Oh my god. Zie hoe mooi dat die spiegeling is. Kijk, hier hadden we ook de Phoenix kaart. Hier hebben we ook weer het nieuwe de Phoenix kaart. Death and Rebirth, Immortal Catalytic, oh my god. Heart Awakening, dus hartopening. Rising Up from Ashes, Total Transformation, Complete Renewal. Als dat niet geen mooie samenvatting is van de tweelingvlampad, dan weet ik het ook niet. En ik ga voor dit ook een personenkaart nemen. Oké, okay, persoon van vuur. Eigenlijk had ik het moeten weten. Hè. Want ja, tweeling vlammen. En, hè, dus, ja. Als je het dus niet kan toepassen, dezelfde uitleg als daarnet. Hè. Maar dat is een trendsetting leader. Confident, visionary, catalyst. Kijk weer die catalyst. Energetic entrepreneur. Sexy, outgoing, creative, ruthless, courageous, strong, wild. Teacher, actress, entrepreneur, artist en PR. Wacht, en hier stond er, dat heb ik niet gelezen. A teacher, lawyer, surgeon, journalist, chef. Dus misschien iets een verwijzing naar een of ander zijn beroep. En de tekens zijn ram. Wacht, wat is dat ander nu weer? Ja, tuurlijk, leeuw. Oh my god. Leeuw en Sagittarius is boogschutter, dacht ik. Hè? Ja. Dus... Misschien zijn er een aantal aanwijzingen voor jullie. Dan hang ik deze terug eventjes aan de kant leggen, want anders wordt het hier wat chaos. En als machtziende is chaos niet mijn ding. Daarom dat het ook een van mijn missies is om orde in de chaos in jullie hoofd en emoties aan te brengen natuurlijk. Oké, okay, we gaan zien welke... boodschappen dat er nog zijn. En we gaan het doen, we gaan drie boodschappen van deze persoon aan de vrouwelijke energie en van deze persoon. En dan ga ik nog drie kaarten vanuit jouw hogere zelf ook naar jou toe. En daar gaan we trouwens mee beginnen. Oeps. Oké, okay, dat zijn er iets meer. Dus, boodschappen van jouw hogere zelf naar jou. One of us is angry and it's creating an energetic match in frequency with the other. Stay conscious of this and, if possible, try to help us elevate it. Ja.
Waarmee je horen zelf eigenlijk wel zeggen dat het heel belangrijk is om heel bewust te zijn van je emoties. Als je niet onmiddellijk kan thuiswezen waar je emoties vandaan komen, besef dan dat het kan zijn dat het emoties is van je tweelingvlam of iemand waar je mee in contact bent. Zo heb ik bijvoorbeeld heel vaak, naar aanleiding van 1-op-1 sessies, als ik merk dat die persoon niet goed in zijn vel zit of echt wordt hoofdpijn heeft of te veel in zijn hoofd zit, dan zou het heel goed kunnen zijn dat ik na aanloop van de sessie dan een uur of 2 uur ervoor echt hoofdpijn begin te krijgen of iets anders. Dat is nu een heel simpel voorbeeld, maar dat kan. En dat helpt mij ook om dan beter te begrijpen waar dat die persoon staat en wat dat er nu op dat moment nodig is. Je horen zelf wil er je op wijzen dat je mooi bent van binnen en van buiten en dat het belangrijk is dat je zelf ook het licht ziet dat jouw ziel uitstraalt. Voor sommigen is een roos misschien belangrijk als signaal. Dan nemen we nog karmic ties, dus karmische banden. Je hebt jouw kracht eigenlijk weggegeven aan andere personen in jouw leven. En nu moet je dus leren over het zetten van gezonde grenzen. Maar grenzen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Wat dat niet betekent dat je gewoon over je heen laat lopen, maar dat je vanuit liefde voor jezelf, dus jezelf op eerste lijn, eerste prioriteit, van daaruit eigenlijk dan grenzen aanzet. Gescheiden of samen, we werken in een tandem met elkaar. En ik vind het ook mooi dat hier ook twee vrouwen zijn, want tweelingvlam kan inderdaad ook van hetzelfde geslacht zijn. Het hoeft niet altijd man-vrouw te zijn. Dus wat ik hierover spreek, gaat over energieën. Voor hetzelfde ben je een vrouwelijke energie, maar ben je een man? En het zijn die mannelijke energieën vrouwen, of omgekeerd. Dus ben je een vrouw en zijn het ook vrouwen. Dus alles kan. Dus pas toe zoals dat voor jou is. Maar voor de duidelijkheid spreek ik altijd over vrouwelijke en mannelijke energie. Ja, dus. En zie je ook 7777, dus 7 plus 17 is een cijfer. En 4 ook nog. Ik ga anders onmiddellijk subiet eerst dit en dan mijn boek eens bijnemen voor de cijfers. Wacht, hè. Wat zegt die nog? Je denkt dat niet luister naar jou, maar dat doe ik wel. Ik hoor alles wat je zegt en laat de conversaties eigenlijk in mijn hoofd herafspelen. En dit is vooral omdat het ook van je hoger zelf komt. Ondertussen mijn boek pakken. Van je hoger zelf komt is vooral een boodschap dat alles wat je vraagt aan het universum, dat ook gehoord wordt. Dus, we gaan eens zien, 717, wat is de extra boodschap? Je magie is vrijgekomen. Je bent in een magisch portaal waar je in staat bent of toegelaten wordt om je dromen te manifesteren. Blijf in afstemming met je hoogste gedachten en hoogste emoties om op die manier grote magische veranderingen teweeg te brengen. En dan hebben we hier ook nog 74, die ga ik ook nog eens lezen en vertalen. Het is in het Engels, dus daarom dat het soms wat trager gaat. Omdat ik het moet lezen en onmiddellijk vertalen, omdat ik niet weet in hoeverre dat mensen hier Engels kennen en niet. Dus 74 zegt, jouw engelen, en dan in dit geval je hogere zelf, of jouw team, wilt meer tijd met jou doorbrengen, zodanig dat je samen met hem je plannen kan afstemmen. En dan zijn zij ook beter om jou verder nog te ondersteunen. Dus dat is ook mooi, omdat dat ook weer samen gaat met deze boodschap. In die zin dat hoe meer dat je gaat in communicatie gaat gaan, en dus meer gaat gaan oefenen op die telepathische communicatie met jou hogere zelf, hoe gemakkelijker dat gaat worden met je tweelingvlam, en hoe makkelijker dat je ook gaat zien dat je inzichten en boodschappen gaat ontvangen. Dus je moet het echt ook vragen. Dan hebben we boodschappen van deze persoon aan jou, of van zijn hoger zelf aan jou. Onze innerlijke kinderen zijn aan het wenen. We moeten hen comforten. We zijn in het dingen op hun gemak stellen. En de ouders worden. Ik vind het mooi om te zien hoe dat dit hier ook weer te maken heeft met het feit dat die persoon in je leven gekomen is om lessen te leren. Zoals ik net gezegd heb, rond die mannelijke en vrouwelijke energieën. En dus die jou verder helpt. En dan hebben we hier 11. Wees niet geneigd om je te los te maken van de bron. Onze connectie tot naar de bron is de liefde en de healing dat nodig is voor reunion. Dus om weer samen te komen.
En dan gaat het voornamelijk ook weer over die L. Dus 11, dus over die eenheid in jezelf. En dan hebben we nog één van deze boodschap. I need to move slowly with this, but trust that I am moving, even when it seems that I'm not. Deze persoon zegt van dat hij ook in zijn eigen proces gaat, maar dat u mag vertrouwen dat het proces dat er moet zijn, de dingen die er moeten zijn samen met jou, dat dat wel zal gebeuren, maar het gaat dus traag. En dus dat, hierin zien we dan ook alweer een boodschap van qua geduld, een boodschap naar leren in die overgave te gaan, leren dingen los te laten en de dingen die er moeten zijn, die voorbestemd zijn, weten dat die inderdaad ook gaan komen. En dan hebben we van deze persoon al onmiddellijk twee kaarten. Oh my god, echt waar, kijk. As twin flames, we are here to ascend and help others to do the same. Dus dit is nogmaals een bevestiging dat de persoon waar we het hier over hadden, jouw tweelingvlam is niet deze persoon, deze persoon. Dus, en wat zegt hij ook? Hij, dus dat we hier zijn om in eerste instantie te ascenden. Dus in dat proces van zelfontwikkeling, van bewustwording te gaan, onze frequentie hoger te brengen. En dan om anderen te ondersteunen om hetzelfde te doen. Hoe doe je dat? Door het voorbeeld te zijn. Nog een teken. We are one. Union. See? Union. Eén. We zijn één. Laat angst niet in de weg komen van deze waarheid. En nog één kaart van de tweelingvlam. Oké, wacht even. These feelings overwhelm me and I become afraid. Sometimes I even run away from you because of it. Ja, en dan ziet ze dat heel veel mannelijke energieën doorheen gaan. En dat wil hij zeker als vrouwelijke energie ook op een bepaald moment gaat tegenaan lopen. Is dat die emoties zo overweldigend kunnen zijn. De liefde die je voelt voor die persoon is zo overweldigend. Ik heb het al vaak gezegd. Soms zijn er momenten dat ik mijn tweelingvlam zo graag zie. Zelfs op de momenten dat ik het liever niet deed. En dat het mij... dat het soms voor mijn fysiek lichaam ook gewoon te veel is. En dus dat is ook de reden waarom dat tweelingvlam niet in één keer gewoon samenkomen en samen blijven. Gewoon omdat het fysieke lichaam deze hoge frequentie van energie gewoon niet aankunnen. Oké. Wauw. Al zeg ik het zelf, maar ik vond het een hele, hele mooie reading. Ik ga om af te ronden nog een Angels of Atlantis kaart nemen. Of trekken, hoe zeg je het? Zodat je weet met welke universele vlam dat je kan samenwerken. Wat is dat deze vrolijke energie kan gebruiken? Oké, volg het pad van jouw ecstasy. Dus van je passie, waar je echt zo helemaal woe van wordt. Je kan samenwerken als je met engelen samenwerkt met aartsengel Zabkiel. Zabkiel, ik vind dat zo'n moeilijke naam. En dit is de kleur. Dus deze kleuren, geel, oranje, roodachtig, afhankelijk van wat jij het meeste nu herkent. Dat zijn de kleuren waar je de komende week mee mag gaan samenwerken. Zo, dat was het voor deze video. Ik ben heel enthousiast om dergelijke video's te maken. Dus moest het zijn dat je zelf ergens tegenaan loopt met een of andere vraag. Ik zou zeggen, stuur de intentie uit in het universum. Of als je dat durft, zet het in een post onder deze video's. En dan maak ik daar zeker een volgende video van. Voilà, dat was het voor vandaag. Geniet van jullie weekend. Oeps, ik zit weer tegen de video. En tot in de volgende. Dag!